Ja, hier aan tafel weer twee mensen die actief zijn in kunst en cultuur. Menzo Groeneveld, beeldend kunstenaar. Anna Rothier, toneelschrijver, actrice, regisseur. Kersverse Master of Art, las ik. Ja, dat klopt. Nou, ja. Van harte. Toch? Dank je. Ik heb begrepen dat jullie boos zijn over wat er allemaal gebeurt in de cultuursector. Nou ja, boos. Nou ja, ik ben ook verbijsterd. Verbijsterd. Deze discussie, die is... Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de toneelschool Arnhem. Deze discussie, ik weet niet beter dan dat dit is aan de hand. Altijd bedoel in je? In Nederland. Ik denk echt, kunnen we deze volksaard misschien veranderen? En bepalen dat met z'n allen dat kunst en cultuur, kunst, dat dat gewoon een noodzaak is. Dat dat vanzelfsprekend is in dit land. De volksaard. Ja. Wat is onze volksaard dan? Nou ja, ik ben dus beeldend kunstenaar. En wat ik altijd merk in Nederland, zeker in hè, ik schilder dan, dat mensen altijd heel snel oordelen hebben over hoe je dan leeft en waarom je dan niet ook kan rondkomen. Dat dat allemaal aan jezelf ligt, zeg maar. Maar ik merk gewoon, en nu met die corona, het is natuurlijk zo dat er zijn heel veel initiatieven natuurlijk van kunstenaars ook. Ik heb ook veel vrienden die dingen organiseren. Alleen het punt is altijd, er is natuurlijk nooit geld. Kunstenaarsinitiatieven worden ook nooit echt gepromoot. Het gaat natuurlijk vooral om galeries en de kunstwereld. En ik vind dat er ook eigenlijk... Ja, dat er ook misschien door die coronacrisis minder egoïsme in de kunst. En dat er eigenlijk ook meer samengewerkt. Meer kruis. Nou, dat je ook bijvoorbeeld in theater... Hè, bijvoorbeeld als je in theater of opera, dat je ook... wat mij interessant lijkt, nu is het altijd zo dat... Als je naar een opera gaat, dan heb je gewoon die opera en de koor. Het zou ook interessant zijn dat er dingen spontaan tegelijkertijd gebeuren. Ja, dus dat je bijvoorbeeld kunstenaars... De kruisbestuiving. Kruisbestuiving. Dat je gewoon op de achtergrond mensen een muurschilling aan het maken zijn. Dat er ook nog ergens open is. Dat er iemand muziek aan het maken is. Omdat het gaat ook... We zijn nu zo... Hè, want eigenlijk wordt de omgeving... Het omgevingbewustzijn is nu heel belangrijk. Mensen zijn heel erg bezig... Door die corona. Dus het zou eigenlijk het momentum kunnen zijn om iets te veranderen. Want zeker, jij bent je duidelijk, je hele lijf is kwaad. Of gefrustreerd, of hoe je het ook noemen wil. Ja. Maar je zegt die Nederlandse mentaliteit en kunst is niet belangrijk. Ja. Hoe dan? Hoe gaan we dat dan? Ik snap ook wel dat je daar niet een pasklaar antwoord op hebt, hoor. Maar wat zou dan kunnen helpen? Heb je een concreet iets? Ik denk dat dat belasting sowieso meer naar de kunstenaars moet gaan en naar de kunsten. En de kunstenaars, de creativiteit, die kan veel meer geïntegreerd worden in überhaupt beleid. Ja, maar hoe krijg je het van elkaar, bedoel ik? Want als dat, hè, ik bedoel, dat is dat wat er hier gezegd wordt, maar hoe ga je dat realiseren? Ja. Belasting, de rijke mensen kunnen als vanzelfsprekend meer kunstenaars adopteren. Ja. En de kunst adopteren, is dat toch? Nou ja, bedrijven doen vaak tegenwoordig toch ook niet zo heel... Hè. Vroeger was het toch dat banken bijvoorbeeld ook veel meer deden aan kunst, maar misschien ook... Misschien dat ze het nog steeds wel doen, maar het is toch flink ingesneden volgens mij. Mm-hmm. En het zou toch ook goed zijn... Jij had natuurlijk vroeger mecenas, maar dat... Waar zijn ze gebleven? Ja, waar zijn ze inderdaad? De mecenas, maar ik denk dat, de klassieke het wel, mecenas. Dat het wel belangrijk is dat als je meer vanuit meerdere disciplines... Meerdere mensen kunnen meer. Hè? Nu is het vaak zo dat door dat solistische... Dat je ook zwakker staat. Maar misschien is het een idee. Ik bedoel, hè, want in deze coronatijd lijkt opeens alles te kunnen. Is dat jullie met elkaar gaan zitten, mensen erbij. En dat je een plan maakt. Want heel vaak is het zo dat als er iets ligt, iets concreet. Dat mensen opeens denken, oh, wat een goed idee. Want jij noemt dat nu net, die kruisbestuiving. Ja. Go for it. Ga ervoor. Schrijf een plan. Ja, natuurlijk. Dat is het. Dat... Ja, maar het is natuurlijk wel lastig ook voor kunstenaars zelf. Omdat wij vaak worden bestempeld als bedelaars. En ons handje ophouden. Terwijl je eigenlijk zou moeten omdraaien. En dat mensen er status aan ontlenen. Dat ze investeren in de kunst en kunstenaars. Ja. En ook meer investeren in lokale kunstenaars. En niet alleen maar in de mensen die al bekend zijn en beroemd zijn. Nee, maar jullie... dat het gaat om de kunst. Maar het is ook natuurlijk vaak de ruimte, hè, de plek. Er is vaak zo'n tekort aan plekken
Ja. Dat het ook lastig is vaak. Ik merk dat gewoon in Amsterdam, ik ken veel kunstenaars. En die hebben allemaal het probleem dat er gewoon te weinig ruimte is om te exposeren. Ja. En anders wordt het alleen maar een galerie. En dan zijn er misschien 3-4 alternatieve plekken. Jullie pleidooi is gehoord. Hoeveel mensen gaan we hierbij schrijven namens jullie? Een stuk of 25? Een stuk of 25? Ja, goed, 50 misschien? Als kunstenaar ben ik natuurlijk zo. Maar ik ken er heel veel, dus ja, zeg. Maar wij gaan binnenkort een project samen doen. Hoeveel? Ja. Hoeveel jullie, wat hadden jullie afgesproken? Wat hebben jullie besproken? 25 plus 1 hadden we. 26, dan komen er 26 bij. Mag ik jullie heel hartelijk danken en vragen wederom? Zoals iedereen, hè? Even jullie handtekening achter te laten op het grote bord. En ik zou zeggen, go for it. Ja. Thanks. Oké, bedankt. Cultuur in actie! La, 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 la.